Hoi, hallo. Vandaag is de internationale dag van de orang-oetang. Een orang-oetang, dat is een aap. Maar hoe ziet een orang-oetang er ook alweer uit? Meestal zijn ze roodharig. En ja, wij doen het gewoon in zwart-wit. Maar een orang-oetang heeft ook een typisch gezicht. Teken je weer mee? Gaan we orang-oetang tekenen. Ja, hoe tekenen we nou een orang-oetang? Nou, laten we eens beginnen met een neus. Zo. Het lijkt wel een beetje op een mens. Dus, ja, het is natuurlijk ook een mensaap. Een vrij groot snotgootje. Zo. Een vrij menselijke lippen ook zo. Een hele grote onderlip. Zo. Ja, hier zitten dan wat tanden zo. En een tong. Ja, het zijn wel scherpe tanden. Hè? Het zijn anders dan, dan mensen tanden. Ja, dan zitten hier zijn ogen. Zo. Ja, dit begint er al een beetje op te lijken zo, hè. Zo. Ja, dan heeft hij ook heel veel haar. Dan heeft hij hier van die wangding. Ja, dat is bij elke orang-oetang is dit anders. Dat kan ook heel breed zijn, die vorm. En een voorhoofd. En... Wacht, ik ga even een andere stift pakken. Zo. Oh, die doet het ook net zo goed. Ik zie het alweer. En hier heeft hij ook nog zo'n soort beetje baardachtig iets. En dan wordt het al een beetje oud mannetje zo. Hè? Nou, dit is echt... Zo. Ja, en het is een breed figuur, dus hoppakee. Een van die tepels. Moeten we niet vergeten. En ja, heel veel haar. Een orang-oetang heeft gewoon heel veel rood haar. Nou, ik vind het een prachtige orang-oetang, zeg ik het zelf. Ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met een orang-oetang tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.